Als je over wetenschap nadenkt, dan is de vraag natuurlijk: wat voor soort bijdrage wil je gaan leveren aan de wetenschap? En ik vind het gemiddeld gewoon niet interessant om dingen te doen waarvan ik zeg van nou, als ik ze niet doe, doet iemand anders ze wel. Dus ik zoek echt grenzen op met het idee echt unieke bijdrage te leveren. Dus mijn ambitie is eigenlijk nou ja, heel breed. Enerzijds wil ik heel goed begrijpen hoe werken cellen. Dat begrip is eigenlijk ook weer nodig om stof te kunnen vinden die je vervolgens wil gaan gebruiken om de cellen te manipuleren, zoals bij kanker, dan wil je kankercellen doodmaken. En een andere ambitie is dus om die stoffen verder te ontwikkelen, zodat we die hier in Leiden in de kliniek kunnen gaan gebruiken. Die stof die we nu gaan maken, dat is doxorubicine, die wordt ook wel toxorubicine genoemd in de kliniek, omdat het zo giftig is. En het meest belangrijke probleem daarbij is dat patiënten een aantal kuren krijgen en daarna niet meer. En dat is niet omdat de stof niet meer werkt tegen kanker, maar dat is omdat het hart het niet meer aan kan. Dus dan stoppen ze met de therapie, antikankertherapie, vanwege de bijwerkingen. Nou, als je de bijwerking weg weet te halen, dan kan je vervolgens die stof, de nieuwe stof, wel blijven geven. En dat is natuurlijk mijn ambitie, die stof maken, zodat patiënten langer behandeld kunnen worden, misschien intensiever behandeld kunnen worden. Ook dat oude patiënten die nu vanwege weer opnieuw het hart die stof niet krijgen, opeens deze stof wel kunnen krijgen. Maar ook voor kinderkankerpatiënten. En de reden daar is een andere. Kinderkankerpatiënten krijgen een hoge dosis van deze stof, omdat, zoals de kinderkankeroncologen zeggen, het hart het aan kan. En het blijkt dat als die wat ouder worden, die kinderen, dat een heel groot deel van hen hartproblemen krijgt. En dat is eigenlijk een bijeffect wat te voorkomen is. Nou, daarvoor maken we die stof.